Zo meteen als we van hier vertrekken, gaan we richting Keizerstraat. Omdat Maisa Neus en Cibrano Piqué bedreigd zijn geworden. Oké? Okay? We gaan ze ondersteunen om hun aangifte te doen, bureau Keizerstraat. Ja, ik ben bedreigd geworden. Nu is het de derde keer. En ik vind het toch wel nodig dit keer om wel een aangifte te gaan doen. Want het gebeurt steeds anoniem. En op den duur moet je niks onderschatten. Je weet ook niet van welke kant het uitkomt. Het kan van alle kanten uitkomen. We beschuldigen niemand. Maar die bedreigingen zijn gekomen en ik neem ze serieus. Nu neem ik ze wel serieus, maar ik ben niet bang. Op welke manier ben jij bedreigd geworden? Via Facebook Messenger ben ik vanochtend, toen ik wakker werd, werd ik bedreigd door een heer die mij vroeg wat een kogel, of ik wist wat een kogelbrief was. En hij adviseerde me toen om een kogelvrij vest te kopen. En ik heb het toen gescreenshot en gepost en gedeeld. En nu ga ik aangifte doen er tegen. Op welke manier ben jij bedreigd? Nou, ik word bedreigd met kogelvrij vesten. Ik moet bepaalde dingen aanschaffen. Men weet waar ik woon. Hoe word je bedreigd? Is het allemaal telefonisch? Telefonisch. Nee, niet via Facebook. Telefonisch en anoniem. Er zijn ook geluiden die opgaan dat je het land uitgezet moet worden. Waarom? Ik betaal belasting, ik werk, ik heb geen strafblad. Wat heb ik verkeerd gedaan? Zelfs aan de mensen die me bedreigen wil ik zeggen, me loop you, wish you no loop me. Want toesma etaki taki you aan de NDP'er toe? Nou, ik hoor dat soort geluiden dat ik geen NDP'er ben, maar ik ben al moe van die geluiden dat ik geen NDP'er ben, want ze vragen daar lidmaatschap. 128.000 zoveel mensen hebben gestemd voor NDP. Hebben ze allemaal een NDP-lidmaatschapkaart? Ik heb wel eentje. Wie is Maisa Neus? Is ze Nederlandse? Ja, ik heb Nederlandse nationaliteit. Ik heb dat nooit ontkend. Ik geef het eerlijk toe. Ik heb het zelf op Facebook gezet dat het zo is. Dus men kan dat in mijn optiek niet tegen me gebruiken. Ik ben ingezeten met een burger. Ik heb aanvraag voor onbepaalde tijd. Ik heb alle stempels in mijn paspoort. Ik heb nog nooit iets verkeerds gedaan. Dus men klaagt altijd dat de Surinaamse Nederlanders ver weg zijn, klagen en niets doen. En nu heb je eentje hier die wel wat doet en dan is het ook niet goed. Bij Bakanatori, de heer Kenneth Sloten, uitspraken heeft gedaan dat we links zouden hebben met de zaak van vorig jaar, waar die ambulance met 2 miljoen euro's in het plafond. Ja. En dat is schijnbaar in een hotel woon, dat ik toegang heb tot traangasbommen, dat ik het volk heb opgeroepen gemaskerd te komen, dat ik allerlei onzin in ieder geval. Oh ja, en ik word aangestuurd door buitenlandse krachten, dat was het. Hoeveel klap daarvan? Niks. Waar zijn de bewijzen? Wie gaat nou op de radio en doet uitspraken over iemand zonder bewijzen? Dat noemt men smaad en ik kan je daarvoor aanklagen. Ga je dat ook doen? Natuurlijk ga ik dat doen. Ik ken mijn rechten. Ik heb niets verkeerds gedaan en ik heb niets te verbergen. Als die persoon vindt dat het zo is, bewijs het dan. Stuur de politie op me af, laten ze me komen interviewen of laten ze me bellen. Ik kom naar het kantoor, geen probleem. Tegen wie ga je aanklacht indienen nu? Tegen de persoon die me vanochtend heeft bedreigd en tegen meneer Kenneth Sloten voor zijn uitspraken aan mijn adres. Terugtrekken om hier mijn aangifte te doen bij de politie. Ze hebben me netjes te woord gestaan en ze zijn bereid om mij verder te helpen en te adviseren. Maar voor de orde van de zaak zou ik jullie wel graag verzoeken om alvast terug te lopen naar Onafhankelijkheidsplein en dan begeleiden ze mij daar terug naar jullie. Hoe is het gegaan?
Nou, ik heb aangegeven wat er is gebeurd. Ik heb aangegeven wat er is gezegd tijdens die gesprekken. Het waren 3 gesprekken. Dus ja, alles hebben ze ook opgenomen in de aangifte. Dus we wachten het resultaat af. Ik heb wel kunnen vernemen dat ze, nu wel kunnen, dat ze erachter kunnen komen wie degene was, ondanks degene anoniem heeft gebeld. Dus ik hoop niet dat er ergens anders van uit een bepaalde hoek sabotages komen, dat ze niet achter de nummers kunnen komen, dat ze die nummers niet kunnen prijsgeven. Maar ik zeg het weer, ik blijf positief en ik heb geloof in mijn korps. De politie is mijn beste kameraad, dus ik heb vertrouwen in ze, zodat ze hun werk gaan doen. Ze hebben de aangiftes opgenomen en ik word morgen gebeld met de vervolgprocedure. Wat heb jij aangegeven? Ik heb aangifte gedaan voor bedreiging en voor smaad. Wanneer gaat de politie maatregelen treffen tegen die 2 mensen? Nou, ze hebben aangegeven dat hun onderzoek even wat tijd zal duren natuurlijk, want IP-adressen moeten achterhaald worden, beelden moeten opgevraagd worden. Die moeten ze dan de tijd nemen om te bekijken, de ernst van de zaak in te vragen. Neem aan dat als indien ze de betrokken personen hebben achterhaald, dat ze die natuurlijk ook moeten verhoren. Dus het zal nog wel even duren. Maar ik heb ook geduld en zoals Sibrane ook zei, ik heb geloof dat het goed komt.